time for baby shopping. Oh. Mijn brammer die groeit net zo hard als mijn buik. Op de nieuwe grote jongenskamer van Ramos. Want ik ga de kast inrichten vandaag. En toen zaten we ineens in de auto naar het ziekenhuis. Omdat ik last heb van een harde buik. Zo, wij zijn weer naar huis. Ik heb zo'n jok gezien. Hou jij hem een beetje in de gaten vanavond? Zullen we samen de weekvlog openen? Goedemorgen, je kijkt even naar een nieuwe weekvlog. Super veel zin om deze week weer te beginnen. Vandaag is de eerste vlog van de vorige week online gekomen. Dus eigenlijk echt heel spannend. Vandaag is het woensdag en het is 7:30 en ik ben eigenlijk al helemaal klaar om te gaan werken. Het is toch even wachten op Ramos tot hij zijn ontbijtje op heeft. En dan ga ik hem naar opa en oma brengen. Ramos die is eerst eventjes aan het scheiden, want die houdt dus niet van blauwe besjes. Nee, niet blauwe besjes. Niet de blauwe besjes, hè? Nee, die hoeft hij niet. Dus daar wachten we nog even op en dan kunnen we onze werkdag lekker beginnen. Leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe weekvlog. En we gaan er weer een leuke week van maken. Tot straks, ja? Doei. Oké, ik ben klaar om te gaan. Ik heb mijn papa. Ja. Doe papa. Doe papa. Het is zo fijn om te voelen dat er zoveel drukte in mijn buik is. De afgelopen dagen voelde ik ze wat minder. En heb ik nog even getwijfeld of dat ik misschien... Oh, dat was Ed. Die moest even het een en ander weten. Hij werkt vandaag thuis omdat hij wat afspraken had en ik ook. En dat kwam dan niet helemaal in elkaar over en zo. Dus vandaar. Maar in ieder geval, ik had dus nog getwijfeld of dat ik de verloskundige even moest bellen. Omdat ik ze toch heel erg rustig vond of zo. Maar ik was zelf ook wel druk geweest. Dus toen dacht ik, nou laat ik het gewoon heel even aankijken. Even rustig aandoen en dan komt het vast wel weer goed. En inderdaad, ze zijn een heel stuk drukker dan de afgelopen dagen. Dus dat voelt gewoon net even iets relaxter, zeg maar. En ik voel ze dus nu ook apart van elkaar bewegen. Dus ik heb ook het idee dat ik, denk ik dan, weet wie is. Denk ik. Maar goed, ik weet het natuurlijk nooit zeker. Maar ja, ik ben trouwens bijna 21 weken zwanger gewoon. Morgen, ja. En ik ben weer thuis. Na een ochtendje werken op kantoor. Zometeen thuis moeten we nog wat dingen doen, maar we gaan eerst lunchen. We hebben lekker een omelet. Ik ga hem zo nog even omdraaien hoor, zodat hij helemaal goed doorbakken is voor mij. Maar, nou, het ziet er wel lekker uit toch? Met, wat zit er allemaal op? Ed, tomaat. Ja, zit hier de chefkoek. Tomaat, kipfilet en wat Italiaanse kruiden. Oh, nice. Ik heb mezelf een verjaardagscadeautje gedaan. Of eigenlijk heb ik van het geld dat ik heb gekregen voor mijn verjaardag, heb ik iets leuks gekocht. Wacht. Oh wauw, het is een ringetje met van de geboortemaand van Ramos. Gaan we echt omkleden. Mijn prammen. Gaan we nu die video's maken? Ja, zo meteen. Mijn prammen die groeien net zo hard als mijn buik. En als ik dan zo'n jurkje aan heb, dan vallen ze er gewoon het er bijna uit. Echt. Ja, het is echt zo irritant. Ik weet ook niet waar dit stopt, zeg maar. Ik ben ook gewoon bang dat ik straks rondloop met dat die prammen dus gewoon dikker zijn dan die buik. Gewoon zo hard groeien ze, echt. Zo, ik heb nu even het andere uiterste aangedaan. Helemaal hoog gesloten. It's time for baby shopping. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik vind het vet leuk. Jij? Ik ook. Alright. Ja, dat is door de week. Hallo. Ik vind dit ook echt zo'n leuk kamertje. En die slinger ook gewoon echt. We hebben dus voor dit ledekantje gekozen. En deze commode. Ja, ik vind het zo mooi. Het is zo leuk om het gewoon ook weer uit te zoeken. Net als de vorige keer, maar ja, ook nu dus weer. En we kiezen voor twee ledekantjes. Zodat de kindjes gewoon wel iedereen een eigen beetje kunnen slapen. Gewoon omdat het voor veiligheidsredenen gewoon een ja, slimmer en verstandiger idee is. Mocht het nou zo zijn dat we echt denken van, oh ja, ze moeten toch ja, samen zeg maar in één bedje. Als we erbij zijn bijvoorbeeld overdag. Dan kunnen we het ook gewoon zeg maar zo doen dat ze in dit ledikant samen kunnen. Dus, en we hebben trouwens ook meteen deze, ja, hoe noem je dat, dekentjes. En dit hoesje en dit lakentje hebben we erbij. Ja, ik vind dit zo leuk. Het is gewoon helemaal roze. Het is gewoon echt heel leuk. Het is gewoon alweer 5:00.
Wij zitten in de auto naar huis en hebben echt een hele mooie commode en twee ledikantjes met matrasjes uitgezocht. Super blij mee. Ze worden over ongeveer 2 tot 3 weken worden ze geleverd. Maar er moet nog best wel wat geschilderd worden en zo, voordat het geleverd kan worden. Maar het komt allemaal vanzelf. We zijn nog best wel op tijd eigenlijk. Nu zijn we onderweg naar mijn ouders. Daar is Ramos natuurlijk, want het is woensdag en ze passen altijd op woensdag. En we kunnen daar lekker aanschuiven met eten zometeen, dus dat is heel fijn. Oh. Hey Jackie. En alles gekocht? Ja. Ja? Alles gekocht. Laat ik maar eens even vertellen dan. Wij gaan lekker eten. Nou, het was echt een hele fijne dag. En heel leuk om bezig te zijn met de babykamer. En het even lekker een beetje concreet te maken. Nu, Rabels is opgehaald trouwens ondertussen. En Ed heeft me even wat eerder, zeg maar, uit de auto gezet. Zodat ik lekker even een stukje nog kon lopen in mijn eentje. Ik vond het heel relaxed, vooral met dit weer. Verfrisse lucht, een beetje mijn hoofd leegmaken. En een beetje bewegen. Want de workout zit er niet in na zo'n drukke dag. Dat gaat gewoon al niet meer lichamelijk. Maar lekker bewegen wel. Dus dat ben ik dus nu aan het doen. En vanavond gewoon lekker een chill avondje. En toen was dat weer de dag daarna. Het is donderdagochtend, 9 uur. Dus lekker vroeg. Wij zijn helemaal klaar voor de dag. Aangekleed. Deze jongen, waar zit je aan? Oh, hier zit je. Is helemaal aangekleed, ontbijtje gehad, opgeruimd. En nu staan we op de nieuwe grote jongenskamer van Ramos. Want ik ga de kast inrichten vandaag. We hebben trouwens Ramos zijn ledikantje in zijn nieuwe kamer gezet. Zodat hij een beetje kan wennen, want anders was de overgang, dachten we, iets te groot. Van en een nieuwe kamer en ineens een grote jongensbed. Dus hij gaat vanaf vanavond wel in zijn oude bedje slapen, maar wel in zijn nieuwe kamer. We dachten, dat is misschien even een goede tussenoplossing. Ramos, kom hier. Ga uit die kast. Ik heb nu ook meteen allemaal dingen die hij dus niet meer aan kan. En normaal gesproken bewaarde ik dat altijd. En ik heb alles, zeg maar, wat gewoon nog bruikbaar is, heb ik allemaal in grote zakken op de zolder staan. Of bij mijn ouders op de zolder. Maar ja, nu hoeft dat eigenlijk niet meer. Want het worden natuurlijk meisjes nu. Dus hoef ik het eigenlijk niet te bewaren. Maar dat voelt heel gek of zo. Tja, wij zijn klaar. Oké, één ding wat in ieder geval duidelijk is geworden is dat er heel veel dingen waren die dus niet passen. maar dat is wel relaxed. Heb ik meteen goed opgeruimd. Ik heb helemaal bovenin heb ik de lakens gelegd voor het, hoe noem je dat? Eénpersoonsbed, nieuwe bed. Deze zijn voor zijn ledikantje. Dan heb ik hier dus broekjes. Er zitten best wel veel in de was, maar ook heel veel die eigenlijk gewoon helemaal niet meer passen. Hier liggen even zijn konijnen. En dit is zijn schooltas van Ramos. Oh ja, en hier heb ik nog een bak. En hier heb ik dan alle sokken in. Had ik al zo hoor, maar die heb ik nu gewoon in deze kamer gezet. Dan onderin liggen alle boekjes van Ramos. Oh ja, en daarbovenin liggen dan nog wat zwemspullen en petjes. Zo ziet het er dan uit. Ik ben eigenlijk stiekem wel blij dat het zo leeg is. Want dan heb ik nog heel veel ruimte om gewoon lekker aan te vullen. En dan heb ik ook nog heel veel ruimte om vanuit mijn kast qua beddengoed wat dingen in dit vak te leggen. Want hier ligt dus helemaal niks in. En Ed en ik komen echt plek tekort in onze kast samen. Dus dat is ideaal. Dan heb ik zelf ook iets meer ruimte. Nou, dit zijn gewoon zijn kleren, shirtjes, blouses, truien. Het is een badjas. Dit is trouwens leuk. Dit is voor de carnaval. Het is over een paar weken al. Ja, deze la is inderdaad nog leeg. Dan hebben we een la met allemaal pyjama's en slofjes en zo. En dan hebben we nog rompers. Ja, nou, ik moet wel zeggen, ik loop enorm achter met de was. Dus er zitten best wel wat rompers in de was. Maar ik kom ook gewoon gigantisch tekort. Moet je kijken hoe weinig rompers ik nog over heb voor Ramos. Wij gaan even het harde werken belonen. Lekker appeltjes met rozijntjes voor Ramos en voor mij een sinaasappel. Ben ik echt helemaal gek op nu tijdens mijn zwangerschap. En ook rozijntjes. Ik ga even lekker een soepje maken voor tussen de middag. Deze had ik nog over, dus ik dacht, nou, perfect om even soepje mee te maken.
uitje erbij en een beetje knoflook. Even wat kruiden aan toevoegen. Italiaanse kruiden gebruik ik. Kijk meestal gewoon wat ik heb hoor. Dit is paprika poeder. Dit is kurkuma. Uienpoeder. En dan doe ik er nog wat peper doorheen. Gewoon een beetje op de gok hoor. Een beetje op gevoel. Zo, ik heb er dus wat water aan toegevoegd nog. En helemaal gepureerd. Zo fijn mogelijk, want ik weet dat Ramos het dan het beste eet. En toen zaten we ineens in de auto naar het ziekenhuis. Ik moet langskomen op zeg maar extra controle. Omdat ik last heb van een harde buik en een heel strak gevoel in mijn buik. En ik heb het al een paar dagen. En ik dacht steeds van, nou, misschien moet ik toch iets meer rust nemen of iets vaker gaan liggen. En dat is misschien ook wel gewoon echt alleen maar, zeg maar, alleen maar zo. Maar toch dacht ik ga even bellen, want ik vertrouw het toch niet helemaal. Want ondanks dat ik net zoals vanochtend echt heel rustig aan heb gedaan, buiten de kasten inruimen, heb ik dus echt wel continu een heel strak gevoel op mijn buik. Dus nu moeten we langskomen, zijn we onderweg naar Tilburg. Deze lieve man die gaat met mij mee. En gaan we even kijken. Gaan ze even wat controles doen. Om te zien of alles wel gewoon oké is. En het echt alleen maar gewoon harde buiken zijn. Ja. Zo, wij zijn weer in de auto naar huis. Ik heb echt zo'n jank gezicht. In principe alles... met de kindjes oké. Okay. Alleen zagen ze wel dat mijn baarmoedermond ten opzichte van vorige week bij de 20 weken echo verkort is. Dus dat hij in centimeters wat af is genomen. Nu heb ik schijnbaar wel een lange baarmoedermond. Maar het is dus wel afgenomen. Dat is niet de bedoeling op dit termijn. Lekker toepasselijk liedje ook op de achtergrond. maar goed. In ieder geval is de bedoeling dat ik rust ga nemen in de aankomende dagen. En dan is het echt, echt rust, rust. Dus op de bank liggen, op bed liggen en echt vrijwel helemaal niks doen. Om te kijken of dat, de baarmoedermond dan blijft zoals hij dus nu is. Of, ik weet niet of het ook beter kan worden, dat weet ik niet. Maar in ieder geval moet hij blijven zoals hij nu is. En moet het niet nog meer gaan inkorten. En de enige manier om dat tegen te houden... wat kan helpen daarin is dus echt rust nemen. Dus dat ga ik doen. Vanaf nu. Tot in ieder geval tot en met zondag. En dan gaan we volgende week kijken hoe het er dan voor staat. Mits er natuurlijk iets erop duidt dat de harde buiken dus niet afnemen. Ondanks dat ik dus wel gewoon blijf liggen. Dan moet ik wel terugkomen dit weekend ook. De aankomende dagen. Maar we gaan eens even aankijken. Meteen maar even gedaan wat mij verteld werd. Opgedragen eigenlijk. En deze is hier lekker aan het spelen. Oh, hij is zijn neus aan het snuiten. En die is lekker aan het koken voor mij. Voor ons. Zo, dat heeft even goed gedaan. Dat einde middag, avond, nacht en nu deze ochtend niks doen. Want ik merk dat de harde buiken wel aan het afnemen zijn. Dus eigenlijk ben ik heel erg blij. Want voor mijn gevoel heeft het echt effect om dus nu te rusten. En voor mijn gevoel, dus ik ben even iets positiever gestemd, zeg maar. Dus daar ben ik echt wel heel blij om. Op de achtergrond hoor je trouwens een vrachtwagen over de vensterbank rijden. Mocht je denken, wat hoor ik allemaal? Vandaag dus echt lekker rustig aan. Eigenlijk ben ik echt van plan om helemaal niks te gaan doen. Ik loop even een stukje verder, want volgens mij kun je mij niet eens fatsoenlijk horen. Ik ben dus echt van plan om even helemaal niks te gaan doen in de aankomende dagen. Behalve gewoon relaxed thuis. Quality time met Ramos. Die wordt trouwens vanmiddag wel opgehaald door zijn oma. Zodat hij even lekker weg is. En zodat ik ook even alleen kan zijn. Vanavond komt mijn nichtje en haar vriend komen gezellig eten voor de afleiding. Dus dat is leuk. Deze jongen is helemaal chic aangekleed vandaag. Heeft zijn papa gedaan. En diezelfde papa die doet vandaag een Instagram takeover. Superleuk. Ramos in de koelkast. Een bijtje aan het zoeken. Een beetje eten. En Ed geeft vandaag gewoon coaching calls. Dat is papa. Dat is papa, hè? Ja. Papa. Wilde je nog iets zeggen?
Mijn auto. Oh, jij heeft een auto. Een hapauto. En een vrachtauto. Ja, dat hebben we net al allemaal gehoord. Oh, je wil hem laten zien? Een hapauto. Kijk, een vrachtauto heeft hij. Ik ga lekker koffie maken. Normaal gesproken doe ik eigenlijk altijd gewoon met normale melk, met koemelk, want dat vind ik het lekkerst. Maar die is op. Dus ik ga gewoon voor de soja en dan ga ik daar een cappuccinootje van maken. Ramos is lekker aan het stickeren. Met auto's. En ik heb ook hele mooie auto's op mijn hand gekregen. En die daar? Ja, en eentje voor mij. Oh. En ik heb een... Kijk maar, schat. En ik heb even een boodschappenlijstje gemaakt. Niet echt een voorraad boodschappenlijstje, maar wel gewoon... even wat dingetjes die handig zijn om in huis te hebben. Houdbare melk voor de koffie. Cherry tomaatjes, sinaasappelen. Daar ben ik nu helemaal gek op sinds ik zwanger ben. Eetcrackertjes, ja, ik noem ze altijd zo. Het is meer zeg maar een soort van crackertje die je als tussendoortje kan eten. Zonder dat je er echt iets op hoeft te doen. Gewoon makkelijk. Volkoren beschuiten. Luxe, ja, daar zitten vaak van die staartjes op. Vind ik altijd lekker. Bananen, wc-papier, courgette, wortel en tomaten. Daar kan ik dan even een soepje van maken voor tussen de middag. Ramos vindt het heel lekker, dus dan heeft hij meteen heel veel groente binnen. Gewoon volkoren crackers. Volle yoghurt, paprika. Gewoon lekker om te snoepen. Sojajoghurt, rozijnen, afbakbroodjes en pindakaas. We hebben nog best wel wat voorraad en wat dingetjes in huis, maar dit ontbreekt. Dus gaat Ed straks eventjes halen voor ons. Ik ben gewoon, nadat Ramos is opgehaald na de lunch, ben ik gewoon op de bank in slaap gevallen. En heb ik dik 2 uur geslapen. Heel chill. Ik voel me helemaal uitgerust. Dus dat is echt fijn. Nu is het inmiddels al 5 uur bijna. Ramos komt zo thuis. Ed komt thuis. Ik heb even wat mailtjes weggewerkt. Dat was gewoon even nodig. En ik heb gewoon even wat belangrijke dingen gedaan voor Nieuwbevriend Mama. Dat is klaar nu. Dus ik ga zo meteen de laptop afsluiten. En ik denk dat binnen nu en een kwartiertje mijn nichtje met haar vriend ook hier... zullen zijn. En dan gaan we lekker met z'n allen eten vanavond. Dus daar heb ik heel veel zin in. Dat is gewoon gezellig. Oeh, oh, frikandelletje. We gaan lekker eten. Oh, de mannen hebben XXL frikandel. Goedemorgen, het is zaterdagochtend. Wij hebben al lekker gedoucht. En we zijn aan het kijken bij papa. Want papa die is de babykamer aan het schilderen. Mopje, hè? Hou jij een beetje in de gaten, mevrouw Mitsjes? Ja, hè? Eigenlijk niet, want ik was met andere dingen bezig, maar... Kijk, kom maar, schat. Stel nou dat hij hier vol in gaat staan, hier zo. Ja, dat is waar. Ah. Kom maar, schat. Ga je met mama mee? Kom maar. Wil ik niet kijken? Ja, nee, maar dat is niet zo slim. Kom. Hier, kom. Dat ziet al helemaal voor me, inderdaad. Ramos? Deze kant op. Andere kant? Ja, kom. Aan die kant op. Mama moet even opmaken en aankleden. Ik gebruik trouwens deze eyeliner. Ik krijg daar best wel vaak vragen over via Instagram. Dit is hem. Hij is van L'Oreal Ultra Precision bij Superliner. Dus ja, heel fijn. Ik gebruik deze echt al heel lang. En ik ga even op zoek naar Ramos zijn fotoalbum. Want ik dacht... Oh, ja. Ik dacht, wat ik kan doen nu ik een beetje rust moet nemen... is alle foto's bestellen van het afgelopen jaar... zodat ik dat in kan plakken in zijn album. Dus ik ga even kijken waar ik gebleven ben. Vet leuk. Hier 19 weken zwanger. Kijk hoe lief. Op vakantie. Was een hele mooie muur dit. Daar zijn we toen voor gaan staan. Nou, dit was met Pasen. Dat was het laatste. Kijk, dan ga ik vanaf hier ga ik verder bestellen. En dit was nog Efteling, pannenkoeken eten en that's it. Ja, oké. Okay. Ik vind het stiekem toch nog best wel het leukst om gewoon een plakboek te maken. Met echt foto's die je gewoon inplakt en er dan gewoon echt zoiets bij kan schrijven. Vind ik toch nog gewoon het leukst of zo. En ook het makkelijkst. Makkelijker dan online bestellen, want dan gaat het altijd verkeerd en dan kloppen de foto's niet. En dan is de afmeting weer niet goed of zo. Dus... ik ga het gewoon lekker op de ouderwetse manier ga ik het doen. Ik ga lekker slapen. Vandaag was een hele
leuke dag voor mij, maar een hele saaie vlogdag. Dus ik heb volgens mij echt ook bijna helemaal niks gevlogd. Maar dat maakt niet uit. Ik ben lekker bij mijn ouders. Die zijn naar een feestje. Dus ik ben gewoon de hele avond heel chill alleen geweest. Eigenlijk best wel relaxed. Ed is aan het verven natuurlijk thuis. Dus ik dacht, ik ga hier slapen met Ramos. Want dan zitten we ook niet de hele tijd in die stank. En dan kan Ramos ook niet in de weg lopen. Dus ja. Dus ik ga lekker hier slapen. Het is gewoon al 7 uur 's ochtends. Super relaxed. Hij heeft gewoon tot 7 uur geslapen. Dus ik ben blij. Kijk even hoe wij hier zitten met z'n drieën trouwens. Zo lief. Ja. Ja. We zitten hier lekker met z'n drieën op de bank, hè? Ja. We hebben lekker een zondags ontbijtje. Eitje en een kopje thee. Ja, hè? Ik heb hier een heel klein tandenborstelpoetsmonstertje. Die houdt heel erg van tandenpoetsen. En vooral omdat er dan roezel- en piptandpasta op zit. Hè? Doe je mondje maar open. Hij heeft nu wel een roze, want ze hadden geen andere meer bij de winkel. Maar dat maakt niet uit. Goed je tandjes poetsen. Zou je niks verbazen, maar ik heb vandaag dus weer een relaxdag ingepland. Het is wel dat ik hem verras met nieuwe kleren. Maar ik ben echt de slechtste verrassings-iemand die je maar kunt bedenken. Ik ben altijd heel slecht in cadeautjes kopen voor andere mensen. Omdat ik dan twijfel of dan weet ik gewoon niet wat ze leuk vinden of zo. Ik ben altijd heel slecht in. Dus Ed die komt er ook gewoon niet gunstig vanaf, zeg maar, met mij als vriendin. Maar goed, wij zijn, het is 12:30 inmiddels. Dus lekker in de auto naar huis. En we gaan vanmiddag barbecuen. Ed heeft boodschappen gehaald daarnet. Dus gaan we wel lekker een beetje op tijd de barbecue aansteken. Ja, uurtje of ja, ik denk dat als de zon nog lekker schijnt, uurtje of 4 uur zoiets. Ja, precies, want het koelt wel. Het is heel lekker, maar het koelt wel echt af. Het is gewoon 15 graden nu. Heel chill. Eerst even deze troep mee naar binnen nemen. Vind je dat ook dat er altijd zo. Oh ja, Ed heeft trouwens dus de boodschap gedaan. Heel chill. Dat er altijd zoveel troep in de auto ligt hier. Een wasmand. Een kind. Een slaaptas. 2 kussens. Nog een slaaptas. En 2 tassen met boodschappen. Ik ben gewoon na 10 minuten buiten zitten, word ik gewoon helemaal rood. Het is zo warm. Het brandt gewoon die zon. Maar dat maakt niet uit, want ik heb een heel leuk pakketje binnen gehad. Gisteren, maar toen was ik dus niet thuis. En die ga ik nu even in elkaar zetten. Want ik denk dat we wel weten wat het is. Volgens mij is het een baby gym voor een tweeling. Dus die ga ik even in elkaar zetten. Nou, dat viel helemaal mee. Het was helemaal niet moeilijk om in elkaar te zetten. En ik vind hem echt super leuk. We kijken. Kleurtjes. Hij is iets groter dan een normale baby gym, omdat het voor een tweeling is. Dus hangen iets meer dingetjes, zeg maar, aan. Belletjes. Vet schattig, een schaapje. Er zit ook een belletje in. Leuk. Blij mee. Ik heb hem gekregen van Nikki's. Nice. We zijn lekker aan het spelen buiten in de tuin met zand, hè. Gezellig, Nijn is erbij. En Meek erbij. Ja. Dit is op. Ook een shakey. Proost. Wil je ook een shakey? Ja. Oké, kom maar dan, jongen. Slokje. Lekker. Zomer shakey. Receptje staat op de Instagram pagina van Nieuwbof en Mama. Fruitjes. Is het lekker? Ja. Oh, fijn. Het is helemaal goed hier. Kijk, we zijn lekker aan het barbecuen. Er staat nog niets op tafel, want het was ineens klaar, maar dat maakt niet uit. Heel lekker. Falafelballetjes. Gewoon lekker tomaatjes, paprika, komkommer, wortel, broodjes van de barbecue met hummus. We hebben net falafelballetjes op en... Zometeen hamburgers. Oh, en zometeen hamburgers. Lekker. Ik wilde jullie nog even updaten voordat ik de vlog af ga sluiten. Want we hebben een soort van ook een reden gevonden voor de harde buiken. Dus ik dacht, laat ik daar nog wel eventjes de vlog mee afsluiten. Zodat ik alles gewoon heb verteld wat er allemaal heeft gespeeld in deze week. Want ik kreeg zaterdag een telefoontje van de gynaecoloog. Dat er dus inderdaad ook een bacterie is gevonden in mijn urine. En dat ik een blaasontsteking heb. Dus ik heb nu deze gekregen. Het is een antibiotica van 7 dagen. En als het goed is, als ik deze neem, dan gaat de blaasontsteking helemaal weg. En heb ik dus minder kans ook op harde buiken en dat krampachtige gevoel in mijn baarmoeder.
Dus en de rust heeft goed gedaan en deze rakkers gaan ook goed doen. En dan ga ik ervan uit dat de volgende weekvlog die je gaat zien weer anders zal zijn dan deze. Ik heb dan sowieso wel weer een controle en ook een uitgebreide groeiecho. Dus dan ga ik jullie weer lekker meenemen. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je hem weer hartstikke leuk vond. Ondanks dat het toch wel een soort van andere week is geworden dan van tevoren gepland was. Ik hoop dat je volgende week weer kijkt. En dikke kus van mij.